Ik daag jou uit. Like de video sneller dan dat ik groot ben in Brookhaven. Ik ben sowieso sneller en ik ben groot. Wacht eens even. Wie ben jij? Ik ben een camera. Oké. Ik ga er vandoor. Ik heb een manier gevonden om door niemand gezien te worden in Brookhaven. Je zou kunnen zeggen dat het je onzichtbaar maakt. En het is gratis. Je gaat naar je avatar editor en je typt deze code. En als je dan op enter drukt, ben je een muur. Aan de voorkant kun je mij zien, maar aan de achterkant niet. Stel voor ik wil door niemand gezien worden, ga ik gewoon ergens op deze manier tegenaan staan. En je hebt geen idee dat ik het ben. Totdat ik begin te springen en ik draai hem om. Dan zie je het pas. Dus stel voor je gaat naar een speler toe. En ik zou in dit geval gewoon hier bovenop gaan staan. Ze hebben geen idee dat ik een speler ben. Ik lijk wel gewoon een stuk bouwmateriaal. Oh, wacht. Hebben ze het door? Ze gaan weg. Ze hebben het helemaal niet door. Nou, we zouden het hier nog een keer kunnen proberen. Deze speler heeft zijn deur toch open, dus daar kunnen we naar binnen. Stel voor, we gaan gewoon naar boven toe. En dan moeten we even een het liefst lege muur vinden. Nou, deze bijvoorbeeld. Als je dit gewoon zou zien, zou je nooit verwachten dat er een speler in dit frame is. Maar niets is minder waar. Want ik ben wel degelijk een speler. Maar er is nog iets beters. Want zoals je kan zien, zijn er twee verdiepingen. En ik hoop dat dit gaat werken. Ik ga het proberen. Wat nou als ik helemaal naar boven ga? In de Brookhaven bank werkt het namelijk. En ik plaats dan een matras tegen het plafond. Dan hebben we daar nog wel even een ladder bij nodig. En ik spring er dan tegenaan. Maar nee. Wacht, misschien als ik hem anders neerzet. Het werkt niet. Maar wij geven niet zomaar op. Want kijk, hier werkt het wel. Dan zijn we nu hier. Zetten we een ladder neer. Springen we op. Zetten we... Ah nee. 1 ladder. 2 ladder. Perfect. Zetten we er hier nog eentje neer. En dan kunnen we naar boven. Ik ga laten zien hoe je hier een 3e verdieping op krijgt. Alles wat je moet doen is je gaat naar de propsdoos. Dan klik je op de huisjes. De tenten. Nou, dan kies je het huis wat je mooi vindt. Bijvoorbeeld deze. Oh, niet super mooi. Maar dit is dus gewoon een 3e verdieping. Je zou natuurlijk ook voor deze tent kunnen gaan. Of wat dacht je hiervan? Dit is gewoon een soort van bunker. En het voordeel is, het is helemaal gratis. Maar als je echt in jezelf gelooft, dan zou je zelfs hierop kunnen klikken. En dan zou je kunnen proberen om ook echt helemaal zelf een eigen extra huis hier te maken. Kijk, op deze manier. Nou, dan zetten we die hier nog een aantal tegenaan zo. Plaatsen we deze hier. Een huis heeft namelijk meestal meerdere kamers. En hier nog eentje. Nou, hier zou je bijvoorbeeld je setup kunnen neerzetten. Dan kunnen we van deze kleine kamer de badkamer maken met 2 wc's. En hier zouden we perfect een stapelbed kunnen neerzetten. We hebben gewoon ons eigen huis gemaakt. Oh my gosh, dat is Bacon Air. Zonder Bacon Air. Oeh, er rijdt daar iemand veel te snel. Dus wij zetten de achtervolging in op de fiets. Oh, wacht even, laat maar. Ik snap waarom deze persoon zoveel haast had. Want namelijk hier wil hij een huis bouwen. Dat is toch ook een beetje wat wij willen doen. Hier gaan we dus een huis bouwen. Ik hoop niet dat ik geband word trouwens. Dus laten wij proberen alvast een handje mee te helpen op deze manier zo. Dit wordt zeg maar de basis van het huis. Misschien wel het belangrijkste. Oh. Ik mag niet meer plaatsen dan dit. Oké, dit is het huis. En die dude die dit zou moeten bouwen, gaat er ook gewoon vandoor. Volgens mij heb ik niet echt genoeg gedaan. Oh, wacht even. Die persoon is geband. Hallo, waarom ben je zo verdrietig? Wat is er aan de hand? Brookhaven vergaat. Oh ja, dat is waar ook. Wacht, dit kan ik misschien het beste laten zien door even het allernieuwste huis te kiezen. Want voor als je het niet weet, in de vorige video kwamen wij een robot tegen in dit supergeheime huis. Maar nu heb ik best wel veel reacties gekregen van mensen die zeggen dat ik hier nog een keer naartoe moet gaan. Dat ik nog een keer op de knop onder deze tafel moet drukken. Dat ik nog een keer de kluis moet openen om daar Robux te pakken. En dat ik nog een keer deze geheime kamer in moet om daar nog een keer met deze laptop, die er nu zo uitziet, onthoud dat goed, op elke stoel te moeten zitten. Maar dan nu andersom. De vorige keer startte ik hier, dus nu ga ik hier beginnen. Ik ga op elke stoel zitten met de simpele reden. Ik denk dat we dan iets activeren waar we nog niet van af weten. Oké. Oh, zie. Hij wordt rood. Dat betekent in ieder geval iets. Nu is de vraag, wat hebben we geactiveerd? Nou, misschien moeten we heel snel zijn met even hier onder het bureau te klikken. Want dan heb je namelijk het agency logo daar. En ik heb in de reacties gelezen dat ik dan 10 keer op het agency logo moet drukken. Dat is vaak. Oké, we gaan het doen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13. Er gebeurt niks. Ja, ik snap het eigenlijk ook wel. Waarom zouden we daar 10 keer op moeten drukken? Nou, ik heb mijn Robux er weer bij gepakt, zodat we terug kunnen. Want wat ik eigenlijk ook nog wil checken... Wacht even. Dat was er de vorige keer toch niet. Ik ben af. Hebben we dat net geactiveerd? Of heeft een speler dat geplaatst? Het is namelijk wel een openbare server. Wat doet die speler daar? Hallo? Kerst? Tent? Eten? Sneeuwpop? Dit is behoorlijk random. Kan je uitleggen waarom dit hier allemaal staat? Mijn laatste dag in Brookhaven. Jouw laatste dag in Brookhaven? Waarom dat? Omdat Brookhaven vergaat. Hé, maar dat is toch helemaal niet zo? Hoop ik. Wacht, ik heb een grappig idee. Als ik mezelf nou heel klein maak, kan ik mezelf verstoppen in deze sneeuwpop. Oh ja, Brookhaven vergaat. Dat is best wel jammer. De agency. Ik ga er vandoor. Wacht, kunnen we hier instappen? Wacht op mij. Waar gaat die camper naartoe zo snel? Altijd wanneer een voertuig heel snel van A naar B gaat in Brookhaven, dan wil ik weten waarom. Wacht even.
Dat doet me denken aan het verlaten huisje. Zoveel Brookhaven video's later en nog steeds weten we niet wat het verhaal erachter is. Maar ja, we hebben natuurlijk net wel een en ander in het geheime huis gedaan. Dus misschien is er hier wat veranderd. Laten we het checken. Ik ben hier inmiddels echt al heel vaak geweest, maar ik blijf het interessant vinden. Want van wie is dit eigenlijk? Ach, wat? Momentje hoor. Wow, dit zijn precies alle drie die toekomstachtige objecten die we eerder hebben gezien. Alleen nu staan ze naast elkaar. Met een of ander bord en ook daar een blueprint. Wacht, is dit misschien de plek waar het gemaakt wordt? Ik bedoel, denk erover na. Hier komt bijna nooit iemand. Kan ik hier een paard spannen? Ik kan hier een paard spannen. Maar in ieder geval, mysterieus. Ik durf hier eigenlijk niet te lang te blijven. Ik weet immers niet van wie dit hier is. Wacht. Wacht eens even. Dat is diezelfde robot die we de vorige keer zagen. Maar deze keer is die geel en weg. En wat raar. Hij heeft ook alle natuur meegenomen die hier net stond. Wacht. Zou hij dat geplaatst hebben? Wil je daarmee zeggen dat Brookhaven geüpdate wordt door robots? Weet je, misschien zoek ik het gewoon allemaal te ver. En moet ik gewoon even een ijsje eten? Je zoekt gewoon een reden om ijs te eten. Ja, in ieder geval, ik ga naar een andere server, want ik wil even dat het dag is. Want als ik jou nou zo vraag, welke update lijkt jou heel gaaf in Brookhaven? Wacht eens even. Misschien ligt het aan mij, omdat ik gewoon veel te veel Brookhaven speel. Maar waarom herken ik dit plot niet? Zeg maar, ik kan helemaal niet herinneren dat er een plek is waar je een huis kunt neerzetten dat deze plek hier is, zeg maar. Ook met al die rotsen aan de zijkant. Ik heb dit nog nooit gezien. Eagle View. Oké. Okay. Oh, deze speler zegt ABC. ABC? ABC getypt. Wacht, kunnen we hier gewoon? Kunnen we hier naar binnen? Nee. Ik bedoel, is dit de eigenaar? Ik vind dit niet cool. Zeg maar, van de niet-coolheidsmeter is dit cool en dit niet cool en het zit echt hier. Ik vind het totaal niet cool. Oké, er is nog iets totaal anders wat ik wil proberen. Ik krijg gewoon zoveel reacties over mythes in Brookhaven die ik moet testen. En sommige mensen die denken dat, zeg maar, die dingen op de fontein, dat knoppen zijn. Omdat het, zeg maar, uitsteekt. Nou, nu wil ik erop gaan drukken. Wacht even, heeft iemand nou, waarom zet iemand hier PlayStations neer? In ieder geval laten we dat proberen. Ik druk op de eerste. Oké, dan ga ik naar de tweede. Daar druk ik ook op. Oké, dan keren we deze kant voor de derde, denk ik. Opgeklikt. Prima. En dan gaan we naar de laatste. En dat is de vierde. Ik heb zojuist tijd verspild. Die PlayStations hebben mij trouwens wel een grappig idee gegeven. Waarschijnlijk gaan jullie me allemaal heel flauw vinden. Maar stel voor, ik ga hier naar beneden. Dan druk ik even hier op het bord. Want zoals je weet kunnen we dan hier naartoe. En wat als ik dan gewoon overal onder de spawn PlayStations neerzet? Ik bedoel, die zijn heel geliefd. Dan gaan we nu weer even terug naar boven. En waarschijnlijk, oh my gosh, er liggen PlayStations onder de spawn. Ja, je kunt er alleen nu niet makkelijk bij komen. Ja, eigenlijk maakt het niet uit, want ze liggen dus ook gewoon hier. Daar heeft iemand ze neergezet. Oh ja, trouwens, leuk feitje. Er was een soort van glitch dat als je ging liggen en je ging heel dicht hier tegenaan, dat je dan kon zwemmen. En dat je daarmee een soort van kon vliegen. Volgens mij hebben ze dat eruit gehaald als ik zo kijk. Oh. Nee, dat hebben ze er niet uitgehaald. Ik zwem met mijn hoofd door de map. Dat is best wel cool. Er is trouwens één geheim wat ik echt al heel veel video's niet meer heb laten zien. En het zou dus best kunnen dat de nieuwere kijkers hier niet van weten. Dit hier zijn de hotels, meervoud van hotel, in Brookhaven. En wat veel mensen niet weten is dat deze eigenlijk twee verdiepingen heeft. Namelijk, ik ga iets meer deze kant op nog. Als je dan hier in de muur een matras neerzet, moet je opletten. Dan gaan we erin. Dat was niet erin, Job. Dan gaan we erin. En dan heb je hier dus nog gewoon een hele kamer. Nou, hier zou je dus in principe nog van alles kunnen plaatsen. Abonneer voor meer en adios.